Ik denk dat er geen negativiteit meer hoeft te zijn tegenwoordig om tijdens je carrière uit de kast te komen. Dus als jij daar klaar voor bent, dan moet je dat zeker doen. Ik ben Jeffrey Wammes, 31 jaar oud, oud topsporter en dit jaar ambassadeur van de Pride 2019. Ik heb 25 jaar topsport gedaan, turnen. Ik heb veel mooie wedstrijden mogen doen, EK, WK's. Mijn laatste grote toernooi was de Olympische Spelen in Rio. Het is iets van ja, om op zo'n moment te stoppen, volgens mij beter dan dat kan naar mijn mening. Sport moet het natuurlijk vooral gaan om de sport en niet om de wereld daarbuiten. En ik hoor op een gegeven moment steeds vaker dat je ergens gezien was als je uit was geweest. Of weet je wel, dat mensen een beetje begonnen te roddelen van hey, zal het zo zijn? En toen dacht ik van nou oké, dan zeg ik het nu gewoon één keer. En toen kreeg ik de kans van Linda om op de cover van de Lomo te verschijnen. Dat blad wat één keer per jaar uitkomt. Dat heb ik gewoon aangegrepen en toen heb ik ook gedacht, ik vertel het nu één keer en dat was het. Dat echt ook gewoon de grote programma's uit Nederland, als een Boulevard, als een Shownieuws. Als je daarvan aandacht krijgt, dan zegt het wel wat. En dat betekent dat het toch wel een bijzonder moment is. Wat toch gek is, want je vertelt eigenlijk alleen maar waar je opvalt. Waarom koos je ervoor op deze manier? Ja, voor mij was het eigenlijk niet echt uit de kast komen. Maar ik heb gewoon een goed interview gegeven waarin ik gewoon toegaf dat ik een vriend had. En ik vond het wel wat anders als echt uit de kast komen. Ik ben tot nu toe nog steeds wel een van de weinigen die uit de kast gekomen. Zeker tijdens de carrière. En zeker op toch best jonge leeftijd, begin 20. De meesten die dat al doen, die zijn vaak of wat ouder of zijn al gestopt met hun carrière. 10 jaar geleden was het eigenlijk al nog steeds best wel taboe. En ik vind wel dat steeds meer wordt in ieder geval over gesproken. En dat werd 10, 15 jaar geleden eigenlijk helemaal niet. Ik denk zeker wel dat het steeds meer verandert, dat het steeds makkelijker wordt. En dat er ook dadelijk ook echt wel naartoe gaan dat ook in de voetbal of in andere sporten, dat toch ook wel gewoon steeds normaler wordt. Maar kijk, we moeten nou eens ophouden met dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit die kast te komen. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Als je een beetje karakter hebt, dan kom je daar gewoon vooruit. Ja, de reactie van Voetbal Inside, kijk, dus ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het programma kijk. Ik volg niet heel veel voetbal, maar ik vind het gewoon hele leuke, grappige humor. En ik maak mezelf waarschijnlijk niet heel populair hiermee. Alleen, kijk, we moeten ook niet in de slachtofferrol gaan zitten. Het zijn geen homofoben en ja, ze maken af en toe een hele foute grap. En tuurlijk kan je daar dan wat van zeggen. Maar laten we ook niet doorslaan dat ze heel negatief zijn richting de homo-wereld. Want dat is niet zo. Kijk, ga het gesprek aan, maar alsjeblieft geen slachtofferrol. Er zijn een heleboel mensen geweest in onze community die natuurlijk veel minder open konden zijn als wij nu. Ik denk dat zeker wel iets is wat we moeten onthouden. Dat er echt mensen zijn geweest die met een kloppend hart de straat op gingen omdat ze bang waren dat er iets met hen zou gebeuren. En die hebben toch wel de deur voor ons geopend. En volgens mij zijn dat wel dingen die we niet mogen vergeten.